Kun je mijn naam zeggen in een video? Ik ben je grootste fan. Dus lief bedoeld hoor. Nee, ik ben zijn grote fan. Dat ben ik. Sanne Schuitenmaker, Jasper, 42, 42, 42 en alle anderen die kijken. Jullie zijn allemaal de beste fans die ik me maar kan wensen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy en ik ben weer jullie in echte zeep. In de vorige aflevering hebben wij Stellasio Coins. Ja, ik sta hier helemaal aan de zijkant verborgen, stiekem hè. In de vorige aflevering hebben we Stellasio Coins verzameld. Zijn wij richting Shimmering Island gegaan en zijn we dus bij Terra gekomen. En hebben we een kloon van ons eigen gezien die we dus zeg maar ergens heen zagen lopen. En daar gaan we dus nou achteraan. We hebben ook een oude man die hadden we al eerder gezien, die in een schip was die verantwoordelijk was eigenlijk, zeg maar, om Alexandria te vernietigen. Dus die oude man zal wel niet vriendelijk zijn, dus vandaag, maar die hebben we dus nou een andere stem gegeven die minder pijn doet op mijn stem. Random encounter! Vraag me af of het een nieuwe is. Als het een oude is, dan gaan we gewoon, ja, skip hem. Nee, het is een nieuwe. The one with 1000 eyes. Deze die kun je voor Evie gebruiken om roulette te leren. Roulette is een aanval die doet dead aan iemand. Ah, hij doet hem nou toevallig. Die gaat dead doen aan iemand. En wat het eigenlijk precies, wie dat die gaat killen, dat is nog maar de vraag. Hij kan zichzelf killen, dat zal helemaal gunstig zijn. Ah nee, hij moet de Towler hebben. Oké, life. Ah nee, wacht. Towler had autolife volgens mij. Kirara. Ja, toch autolife? Zo te zien niet. Oké, dan live. En dan vechten we gewoon weer even verder. Dus ja, hij kan gevaarlijk zijn met zijn roulette aanval. Maar met roulette kan hij dus ook, zeg maar, andere ja, vijanden zeggen. Of kan hij, zeg maar, als hij met een groepje is, kan hij dus, zeg maar, andere vijanden kan hij dan aan. Ja, per ongeluk doodmaken. Roulette is totaal willekeurig aanval. Dus het is totaal random wie dat hij pakt. Hij is niet zo moeilijk, makkelijk te verslaan. En je krijgt een leuke experience voor. Yay! Oké. Nou, en een Phoenix Down. En we hebben echt veel te veel geld. Maar dat komt goed uit, want hier in Terra hebben we namelijk ook een shop. Waar weer heel erg veel OP items zitten. Nee, we moeten deze kant op. De weg volgen. Dus. Even kijken, en hebben we hier een keer. Nee, we hebben hier een random encounter voordat we naar het kistje toe mogen. Het is altijd weer met die random encounter. Altijd weer niet. Altijd weer die vervelende random encounter. Oh boy. Deze zijn gevaarlijk. Dit zijn drie. Hoe heet die kring ook weer? Movers. En die kunnen een delta-aanval doen, waar je dus zeker vooruit wil kijken. En wow, dat was een behoorlijke critical. Laten we eens Odin erop voor gebruiken. Ik bedoel, we hebben Odin's soort hebben we nou. En ik zie dat we een virus nou hebben. Dus dan moet ik eventjes vaccin erop. Nee, hebben we niet. Oké, gelukkig. Oké, dan hebben we er nog maar twee. Dat is alleen maar gunstig. Ik denk dat ik er al eventjes flare op doe en steel. En nog een keer zo. En dan zien we dus zeg maar Odin, die Clara totaal verwoest heeft. Maar omdat we Odin's soort hebben geëquipt, kan deze aanval ook schade doen. Deze summon normaal gesproken doet death en die kan natuurlijk heel erg snel missen, ondanks dat het een summon is. Maar aangezien dat we Odin's soort hebben, heeft hij dus zeg maar altijd dat hij schade zal doen en kans op de death nog net zo goed. Dus hij heeft een behoorlijke schade gedaan, dat is alleen maar gunstig. En je ziet nou dat er dus nog maar twee is en nu is het er nog maar eentje. En ja, dat heeft dus gewoon zo te maken met hoeveel dat je zeg maar zo knalt. En ik dacht dat Flare had gedrukt, maar we doen Meteor en die mist. Deuri! Nou, doe jij maar heel eventjes iedereen healen. Het valt me nog mee dat hij niet heeft aangevallen. Heeft hij ook de kans volgens mij niet voor gehad. Haha. Hebben we gewind? Yay! Daar ben ik wel blij om. Dus ja, hier kun je behoorlijk veel experience te pakken krijgen. En ja, level 5 dead zit er volgens mij nou nog niet in. Dus hoeven we nog niet ons zorgen te maken als we op level 50 zijn. Of level 55 of iets in de trend. Een gratis elixir. Wauw, dankjewel. Oké, hi clone. Hé, wacht nou eens eventjes. Ik wil met je spreken, verdurie. Kom hier. Kom hier, schavuit. Wie ben jij? Wat ben jij? Waarom lijk jij op mij? Daar ben ik niet blij mee. Ik vraag mijn eigen. Hoi. Wat is jouw probleem? Serieus. Je wacht elke keer op me en dan ren je weer weg. Wat heeft het nut? Hallo? Waar is het nou weer naartoe gegaan? Where did you come from? Where did you go? Oké, sorry. Moest eventjes.
Glimmende spinnenwebben nog aan toe. Moeten we daar naar beneden? Ah, random encounters, hou nou toch eens een keer op. Degene die ik eruit knip zijn al de vijanden die we al gezien hebben. En ja, het blijft dus zeg maar de hele tijd nou zeg maar volgens mij een setje van die drie die we nou weer hebben gevonden. Yay. Oh, oké, okay. Dat gevecht heeft Zelda Odin geleerd. Dus kunnen we haar nou die fairy earrings geven. Even kijken, Odin, wacht eventjes. Even wat hier ook nog. Autolife. Maak die maar eerst eventjes af. En ondertussen is de Thief close. We hebben Master Thief geleerd. En de enige die dat kan leren is Zeep zelf. Dus die mag hem mooi gewoon vasthouden. Goed. Nou, dan kunnen we dus zeg maar hier naar beneden toe. En als ik me niet vergis, hebben we hier nog her en der verschillende kistjes liggen. Mythical... Wacht eens even. Is dat niet een nieuwe voor Zelda? Mythical. Nou, zo erg sterk is hij nou ook weer niet. Ik bedoel, serieus. Degene die we nou hebben is veel sterker. Nee, we willen het nog één keer overspringen, want hier zat namelijk ook nog iets. Het geluid als je naar beneden gaat. Een remedy. Nou ja, altijd handig. Tegen remedies mag je nooit klagen. Dus, Oké, nou laten we daar maar naar beneden springen dan. En kijken of dat vrouwke weer weg gaat rennen. Of een manneke, of wat het dan ook is. En Zelda komt in trance. Oké. Even wachten. Ja, Zelda heeft even vaccin nodig. Dat is spannend. Oké, nou, hoe Zelda's trance eigenlijk werkt, ik heb het nog steeds niet eigenlijk goed uit kunnen leggen. Maar Zelda's trance die werkt als volgt. Op het moment dat zij dus een summon doet, zoals dat ze nou doet, heeft ze dus de kans om elke beurt, zeg maar, die summon opnieuw te doen. En we zullen het niet zien, want ja, de summon is al geweest. En het nadeel is, ze gaat nou dus helemaal niks leren, aangezien dat ja, ze de virus heeft. Dus dat is eigenlijk best wel vervelend. Oké, nou ja, maakt niet echt zoveel uit. Meer een trance die... Ik weet niet, die trance, we zullen hem heel vaak skippen. Misschien dat we hem, hopelijk krijgen we hem, bij de hele moeilijke bazen. Maar die kans is natuurlijk heel erg klein. Ligt eraan hoe vaak, hoeveel klapjes dat we gaan krijgen. Kijk, jou hadden we al open. Mooi, kunnen we nou naar beneden toe. Goed, wat is jouw probleem? Waarom ren jij steeds van mij weg? Wat is dit kistje die ik eerst pak? Demon's Fest. Hadden we die niet al? Ja, die hadden wij al. Die heb ik al geëquipt. Wauw. Dankjewel dat je me die nu geeft. Wie ben jij? Herinner jij je helemaal niks? Of jij herinnert je helemaal niks, of wel? Huh? Volg mij en je zal ons begrijpen. Mysterious Girl. Oké, dus dit is een vrouwelijke karakter. En misschien waar je vandaan komt, je afkomst ook. Hoezo mijn afkomst? Serieus? Wacht even. Waarom ren je de hele tijd weg? Vertel het gewoon hier in mijn gezicht. Waarom moet ik jou altijd gaan volgen? Waarom ben je zo irritant? Waarom random encounters? Waarom? Oké, automatisch liep hij al door. Dus we werden gewoon in een animatie werden we gewoon gestoord. En hallo! Wanneer dat je verder loopt, zal je het zien. Zal ik wat zien? Zeg het eens. Ja, wat? Wat zal ik zien? Wat zal ik zien? Je hoeft niet te wijzen. Geef mij mijn uitleg. Je bent zinloos. Je bent zinloos. Ik haat jou. Ik haat je nu al. Oké, nou. Ik bedoel, dadelijk wordt Zelda nog jaloers omdat we een vrouwelijke versie van wat ik dan ook mag zijn, zou zijn. Oké, Rebirth Ring die is nou geleerd. Dus dan kunnen we eindelijk zeg maar die Angel Earrings erbij pakken. En dan kunnen we dus MP plus 20%. En willen we die equippen? Heb je allemaal geëquipt? Eens vertellen, meisje, wat heb je allemaal geëquipt? Odin Sword, Love Mouth, Antibody, Ability Up. Ja, die moet nog heel eventjes aanblijven. Doe Body Temp maar heel eventjes uit. Dan kunnen we namelijk even kijken. MP is 8. Ah. Antibody dan ook. Hoppakee. En als je er eentje weer bij hebt, dan doen we wel eentje van die dingen terug. Maar eerst willen we zien waar dat iedereen het over heeft. Serieus, ik ben zo verward als het maar zijn kan. Oké, de muziek die stopt hier. Dus dan wil ze... Oké, random encounters zijn nog steeds bezig. Oké, nou hebben we dat ook weer gehad. Geen random accounts meer. Het is klaar. Hallo. Wie heeft dit gebouwd? Het ziet er raar uit. Serieus, wat is deze plek? Het ziet er heel erg oud uit. Het is anders als anders. Ja, maar het ziet er niet heel erg levendig uit. Welkom thuis. Hè? Dit is waar je thuis hoort. De plek waar je jezelf zelf zal opofferen, is hier. Waar heb je het over?
Jij brandbal? Serieus, brandbal? Brandbal? Gakbal? Nassiebal? Oké, even een seconde wachten, heer. Waar de neus heb jij het over? Wat nou weer? Wow. Nou, dat is pas een luchtschip. En dankjewel voor je kont volop in de camera neer te zetten. Dat is nergens voor nodig. Hoeveel kan Zelda nog flauw vallen? Zelda, word eens wakker. Zelda, ik word hier moe van. Verdorie, wat gebeurt hier? Bla bla bla. Zelda, waarom moet je altijd flauw vallen? Oké, dus dat schip is dus zeg maar het schip wat al die vernielingen heeft veroorzaakt bij Medain Sari. Je hebt totaal je weet absoluut niks. Oh, wacht, jij bent de oude vent weer. Net als een geboren kind. Je weet niet waarom dat je leven hebt gekregen of wat je doel was. You simply shout the emphasis of your life. Je schreeuwt, weet ik voor wat uit van je leven, van je eigen bestaan. Je hebt totaal geen verstand. Je weet totaal niet waar het over gaat. Serieus, praat gewoon normaal Engels, ja? Oké, we moeten een plek vinden om voor haar te laten rusten. CP, laat de prinses aan mij over. Jij moet, het gaan onderzoeken. Ja, je hebt gelijk. Dus, er moet hier een plek zijn. Dus, hou haar even in de gaten en ik zal wel zo terugkomen. Na deze 3 berichten. Shawnee! Laten we jou maar heel even in het team hebben, want waarom ook niet? Je hebt natuurlijk geen equipment nou. Optimize. Hoppakee. Rubber suit, wat is dat? Kom je aan een rubber suit? Die gaan wij eens heel eventjes aan iemand anders geven, want volgens mij... pakken de holy daar maar eventjes. De rubber suit. Oh, die kun jij niet. Hier is de rubber suit. Suit worn by... Oh, dat is alleen maar voor vrouwen. Oké, dan mag je hem hebben. Vooruit. Take it. Leave it. I don't care. Oké, ik zat eronder weer een kistje, maar waarschijnlijk kunnen we daar nog niet naartoe, maar vraagteken. Wat gebeurt hier? Iedereen heeft een staart en hun haar ziet eruit als mijn haar. Dat is raar. Wat zit hier? Niks? Oké, wat heb je hier? Hallo? Hey, waar zijn jullie mee bezig? En jullie lijken een beetje op mij. Wij hebben geen leeftijd. We zijn deze manier gebouwd. Ouch! Hey, wat zijn jullie aan het doen? Ja, dus ja, het zal wel. Maar jullie hebben mannen en vrouwen. Ja, mannen en vrouwen, dat maakt niet echt zoveel uit. Jullie zijn ingewikkeld, serieus. Ik praat niet meer met jullie. Mijn hoofd doet pijn van jullie. Oké, kistje, dat is alleen maar fijn. Hallo, kistje. Een wind edge. Oké, die kunnen we weer wegsmijten. What the heck? Hebben ze hier ook al moogles? Kamehameha! Bla bla bla. Oké, duurde eventjes. Dankjewel, ik was gevangen binnen. Oké, dus en bedankt voor... Dan zal ik een shop voor je openen. Oké, nou laten we eens even bij de mokshop kijken. Wat heb jij? Je hebt een dagger. Oh, wacht even. Zorlin shape. Nee, hebben we niet. Zwakker, maar niet dat we daar iets aan hebben. Defender voor Leroy, altijd handig. Holy Lance hebben we al. Adventure, die hebben we al. Mithril Racket hebben we al. Bistro Fork, die hebben we gratis over niks gekregen. Dragon Rest hebben we al. Flash Hat, waarom ook niet? Kopen we er gelijk 3 van. Daar kopen we er ook gelijk 3 van. Platinum Helmet kopen we er 3 van. Hebben we er maar eigenlijk 2 van nodig. 2 dan. En er gewoon een potion zit. Oké, nou, dankjewel. Wil je een Mognet? Wat is Mognet? Ik heb er nog nooit van gehoord. Wil je het proberen? Dus, wil jij het proberen? Ik wil je dat je brief stuurt. Naar Mos May. Wie is Mos May? Nou ja, dankjewel, denk ik. Doei. Goed, we hebben dus een plek nodig voor Zelda om te rusten. We hebben een shop weer gehad. Kan ik trouwens even kijken?
Want we hebben nou dan die flash head. Eye for eye. Oké. En we hadden ook een nieuwe... Toch? Ah. Wil je nog iets nieuws voor? Oké, dit wordt weird. Hey, is dat niet zo'n Glugstone? In een grotere formaat of iets in die trend? Wat is dit? Zitten jullie allemaal naar het staren? Kennis is zinloos op... Jullie praten echt wartaal, serieus. Praat gewoon normaal Engels. Wat is hier? Oh, kijk, nou toch eens. Dit lijkt me wel een goede plek voor Zelda om te kunnen slapen. En ik zie een kistje. Maar waarom is iedereen hier zo raar en zo maf en zo... Waarom praten ze zo raar? Ik weet niet waarom, maar ik heb hier een slecht gevoel over deze plek. Eerste ding eerst. Zelda hier naartoe brengen. Maar ik wil eerst dat kistje punken. Laat mij dat kistje punken. Sorry. Hallo. Heb je medicijnen? Hallo. Is er een plaats waar ik even medicijnen kan kopen? Hallo, ik vraag of je medicijnen hebt. Nee, waarom is deze plek vol met mafketels? Iedereen heeft een staart net zoals Zeepie. Als ik alleen maar een beetje wat Pimo. Oh mijn god. Pimo herbs, plant, dinges. Dan kon ik wat wakker wordt poeder maken voor... Oh, dit gaat nergens heen. Oh, dit is lastig. Maar is dit mijn geluksdag? Nee. Hey, ik heb je gevonden. Jij bent dat meisje, toch? Het is jouw schuld dat Zelda is flauwgevallen, weet je wel. Laat maar zitten. Zeg, hebben jullie medicijnen? Ze zal snel wakker worden. Hoe weet jij dat nou? Waar is je man? Mijn man? Heb je het over Zeepie? Serieus, ik heb hem zelfs nog nooit zo genoemd. Maar helaas voor jou, hij en Zelda zijn super. Die zijn echt voor elkaar gemaakt. Je hebt geen kans. Vertel hem dat ik aan het wachten ben. Ondergrondse laboratorium, daar wacht ik op hem. Oh, echt serieus? Het lef van jou. Waarom denk je dat ik hem dat zal vertellen? Dat ik er weer naartoe gaat. Wat een raro. Maar ik heb er geen tijd voor. Zelda. Prinses, waarom moet je zo verleiden? Ze lijdt overal voor een verdurrie. Wat is het probleem, Zeepie? Je bent niet jezelf op dit moment. En wat bedoel je daarmee? Ik ben mezelf niet te laat... Sorry. Sorry, ik weet nog niet eens wat er mis met me is. Ik bedoel, ik... Ik kan me niet concentreren met het blauwe licht. Prinses, je bent wakker. Waarom ben je in één keer bewusteloos geraakt? Ik herinnerde me het. Je herinnerde je wat? Het was geen storm die meteen Sari heeft vernietigd. Het was dat oog op het luchtschip die Madame Sari heeft vernietigd. Meteen Sari, sorry. Je herinnerde het je toch? Dat ei. Dat oog. Dat ei. Dat oog was toch ook toen Alexandria werd gevloerd. Ja, er was een heel groot oog in de lucht net voordat waar dat licht vandaan kwam. Nadat je het erover had, het was daar ook wanneer Bahamut wild werd op de Telepathy. Ja, het was daar in de lucht. Het moet dezelfde luchtschip zijn geweest. Wat? Dan is dat schip. Dat is degene die op dat schip zat, degene die de koningin heeft afgemaakt. Roestbak! Het spijt me, prinses. Maak je geen zorgen. Ik heb er al vrede mee gevonden. Maar dat schip heeft alles van me genomen. Het heeft mijn ouders weggenomen. Mijn thuisland. Alexandria. Alles. Hoe verschrikkelijk. Zelda, ben je in orde? Ja, ik ben prima. Het is goed. Nee, dat ben je niet. Je ziet er nog steeds een beetje bleekjes uit. Je moet rusten. Waarom kijkt iedereen zo bleek? Was je mis? Je hoeft je nergens geen zorgen over te maken. De rare plek hier is genoeg vermoeiend al als het is. Oh, hey, waar ga je naartoe, Zeepie? Oh ja, dat is waar. Die rare
mens, de wijf, die vroeg of, die heeft ons hier naartoe gebracht. En toen zei ze weer iets raars. Ze zei dat ze aan het wachten was in een laboratorium of zo ondergrond. Wat een mafkees! Zeepie? Volgens mij voel ik me niet goed. Nou ja, laten we maar heel eventjes dan naar ergens ondergrond gaan. Waarom ook niet? Dus, maar first things first. Er staat daar een kistje in mijn ogen te knip... Nou ja, niet in mijn ogen, maar die staat daar te knipogen. En die wil ik nu openen. Wat zit erin? Een elixir. Wauw. Waarom gebruik jij niet gewoon eventjes die elixir? Dan voel je je zo weer... Never mind, zo werken medicijnen niet. Want dan vind ik ook het grappige. Als je bij Phoenix Downs gaat kijken... Wil ik wel eventjes... Als je bij Phoenix Downs... Cures KO. KO staat voor knockout. Maar op het moment dat ze death gebruiken... Dat is dood. Dus... Maar daar werkt Phoenix Down ook weer tegen. Logica is ingesmeerd met een broodje gezond verzand. Weet ik veel, boter. Dus, dit is de... Eeuw, nee. 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 Ik bedoel, we hebben al de touwen die gemaakt is. Dat is zijn rol. Hou mij er buiten. Ik ben geen handzeeproductie. Wat is dit? Jij. Oh... Dus dit gebeurt er. Jeez, ik had het kunnen raden. Dus dit is wat je me wou laten zien. Ja, ik ben blij dat je het snapt. Ik wil het niet snappen. Sorry, maar zo ben ik niet. Ik bedoel, al deze gasten met staarten en die net op mij lijken... Serieus, ze lijken wel op een zooitje zombies. Ze zijn mijn volgelingen. Wij zijn genomes. Wij leven in dit dorpje. Genomes? Is dat hoe ze heten? Niet hun. Jij en ik ook. Het is de naam van het zaadje dat is gegeven aan ons alles. Zijn naam is Genome. Ah, fijn. Over een teleurstelling gesproken. Wie dacht dat als ik op zoek was naar mijn huis, ik echt waar ik jaren naar gezocht heb, totdat hier een dump als dit is? Serieus, geen wonder dat ik het nooit heb gevonden. Het is nog niet eens op Gaia! Waarom ben je niet blij? Je bent teruggekomen naar de plek waar je geboren bent. Blij? Serieus, kunnen jullie... Hebben jullie die emotie, blijheid, lachen? Ik bedoel, serieus! Kijk naar hun stalen gezichten! Serieus! Wat kunnen we doen? Als je erover nadenkt, we zijn zo gemaakt. En we zijn gemaakt om te kijken naar elkaar, om uit te kijken en voor elkaar te zorgen... En te werken als zieloze genomes. En waarvoor allemaal? Serieus, get to the point. Ik bedoel, hoe kan het dat ik op Gaia opgegroeid ben als ik hier geboren ben? Ik leef, ik heb een ziel. Waarom is iedereen hier zo... Omdat jij bent speciaal. Wat? Wij zijn maar gewoon omhulsels. En jij hebt een groter doel gekregen. De wil van Garland is... Het belangrijkste. Garland, wie is dat? Loop nou eens niet de hele tijd weg. Echt serieus. Ik word er chagrijnig van. Garland waakt over deze planeet. Zijn missie is om de mensen van Terra te herstellen. De mensen van Terra te herstellen? Je bedoelt serieus de mensen buiten die hier zijn en deze gasten hier? Ze zijn alleen maar omhulsels. Zo ben ik en zo ben jij. Maar de echte mensen van Terra zijn aan het slapen voor eeuwen, wachten tot ze eindelijk wakker kunnen worden. Wanneer de tijd rijp is, zal het licht van deze planeet veranderen van blauw naar rood. En Gaia zal Terra worden. Oké, wacht even een seconde. Dus de mensen van Terra, die zijn erop uit om Gaia over te nemen. Ja, wat zouden ze anders kunnen doen? Terra heeft altijd andere planeten geabsorbeerd om te overleven... En wanneer dat de tijd komt, de zielen van de mensen van Terra zullen dan genomes worden. En zo zullen de mensen van Terra hersteld worden. Serieus, waarom moet je zo raar zijn? Ik bedoel, maken jullie niet uit dat jullie daar totaal met jullie met magie en wat je gedaan hebt tegen Alexandria en al die andere plekken? Wanneer Garland iets probeert te doen en meer kracht probeert te... Eén keer Garland heeft iets meer krachtige methode gebruikt, maar heeft gefaald. Dan moet hij gewoon stoppen en Gaia maar rust laten. Vanwege zijn faal, hij moest toen heel erg lang wachten. En toen moesten we wachten tot Gaia Civilization een grote kracht zou krijgen.
de kracht om edeljons te gebruiken. Oh, dus dat is waarom dat je die Summer Village hebt aangevallen en daarna Alexandria hebt vernietigd. Planeten hebben een cycle van zielen. Zielen zijn geboren van een planeet en komen terug naar die planeet. Garland heeft gepland om controle te krijgen over die Circle of Life. Houd daarop. Het is ingewikkeld. En jij was eigenlijk bedoeld om hem daarmee te helpen. Wat? Garland is op jou aan het wachten. Kom mee. Wat denk je dat jij aan het doen bent? Serieus? Mij boeit het geen ene neus. Terra en Gaia stuff. Laat gewoon Gaia maar rust. Sodemieter en top. En ga koffie halen voor me. Ik heb dorst. Zepi is nog steeds niet terug. En Zelda voelt zich niet lekker. Vraag me af waar dat hij is. Shoni. Nee Zelda, je kunt hem niet opstaan. Ik voel me prima. Luister, ik wil je om een gunst vragen. Oh, vertel mij wat ik ga doen. Ik wil dat je Zepi vindt. Oké, prima. Oh, ik snap het. Je wordt jaloers. Nee, niet echt. Ik heb gewoon een gevoel dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Oké, ik zorg wel dat hij hier naartoe komt. Jij blijft hier rustig wat uit. En toen begonnen we met ATE's, maar die bewaar ik tot de volgende aflevering. Jongens, het is een enorme lange aflevering geweest. Het is een beetje een mindtoggle geweest. Om dus even te samen te vatten. Garland die reist met zijn planeet naar andere planeten om Gaia te herstellen. En dan andere planeten, dus of Terra, te herstellen. En dan andere planeten te absorberen. Iets in die trend. En mensen die geboren worden op een planeet, als ze sterven, dan gaat hun ziel gaat weer terug de planeet in. Alleen Garland wil dus die zielen niet dat ze terug naar Gaia gaan, maar naar Terra. En dat doen ze al een tijdje, maar hij wou het op een andere manier doen. Hij wou meer kracht gebruiken. En dus heeft hij heel veel kracht gebruikt. Moest hij wachten totdat de mensen eindelijk wisten hoe dat ze die kracht konden gebruiken. Met magie en edeljons. Daarna heeft hij aangevallen om zoveel mogelijk zielen dus zeg maar vrij te laten komen. Dat ze naar Terra zouden gaan in plaats van naar Gaia. Omdat mensen in Terra, de mensen die we hier zien, dat zijn geen, dat zijn gewoon poppen zeg maar. Dat zijn zielen, die hebben geen zielen. Dus het zijn lichamen zonder zielen. Dus eigenlijk een soort van omhulsel zonder ziel. Iets in die trend. En die moeten wachten totdat de zielen van Gaia komen. Zodat ze dan de mensen die in een diepe slaap zitten in Terra wakker kunnen. Maar ik snap er geen ene drol meer van. Dit wordt ingewikkeld. Maar goed, heb je dus nog vragen? Be gentle. Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Jeez, dit wordt ingewikkeld. Maar goed, we zijn er bijna doorheen. Dus ik zie jullie morgen. Doei!